Wat is het probleempje? Link! Nootje heeft last van Flunksie Clash Nova. Dat betekent dat je vanaf een bepaald moment haar herinnering helemaal kwijt is en overmatige last heeft van diarree. Dat gaat gepaard met elkaar. Ach, geen zin in diarree. Niks aan te doen. Om trouwens maar gelijk met de deur in huis te vallen, is een paar dingetjes dus vergeten. Onder andere de bruiloft. Moeten we nou opnieuw trouwen? Nee, ze weet niet eens dat jullie wat hebben. Ze weet niet. Ja, ze wil het van jou zelf horen dat jullie iets hebben. Ik geloof hebben, ze niet. Ik geloof er helemaal niks van. Nou, kijk. Hier is onze trouwring. Trouwbel in dit geval. Waarom heb ik dan geen trouwring? Nee, weet ik. Oh, die heb je al. Die heb je in mijn kist laten zitten. Jouw kist? Oh, je bent echt een kutje ook, hè. Ik ga hem pakken. Misschien komen de herinneringen dan terug. Heel slim dit. Oh, dat zou heel goed kunnen. Ik denk niet. De bel. Hij ligt niet in de kist. Ik denk het ook hoor. Maar hij ligt er niet in. Hij ligt niet in de kist. Nee, hij is weg. Fuck. Dames en heren, als medisch specialist zal ik jullie helaas moeten mededelen dat Noxie's conditie alleen maar te herstellen is met de propere behandeling van Flushnik Lesnova. En wat betekent dat? Dat betekent, ja, de Flushnik Lesnova is de ziekte waarmee ze is getroffen. Dat betekent dat ze dus vanaf een bepaald punt haar herinneringen kwijt is, doordat er een draadje los zit in haar hoofd. En ze heeft overmatig last van diarree. Dat gaat gepaard samen. Kan dat kloppen? Ik heb geen last van diarree. Ik weet niet waar je dat vandaan een van hebt. Maar... Een van de verschijnselen is directe ontkenning van het last hebben van diarree. Okay. Ja, dat dacht ik al. Het probleem is dus, Noxie weet nog wel een aantal dingen, maar ze weet bijvoorbeeld niet dus dat jullie getrouwd zijn. En, weet je wat al ik ben? Ik herken je gezicht, maar... Heb je een mooi gezicht? Ja, je hebt al wat. Kijk, dat is nog steeds, hè? Dat is niet veranderd. Dat is goed. Totdat je een foto staand ziet. Foto staand? Afgezien van dat uitslag, zie je er goed uit. Heb je uitslag? Dat hoor je toch? Kijk, als ik sla... Oeh, dat klinkt niet als goede uitslag. Ja, dat is mijn hand. Ja, dat is dus geen 2-1 voor België. Uitslag, snap je? Pas op, ga je met mijn trouwring slaan. Ik ben dokter, ik ben toch geen comedian, man. Ik zeg ook maar wat. Noxie, dit is je man. Dat is mijn man. Ja. Ik heb een man. Ja. Oké, het probleem is, zeg maar, ik wil haar herinneringen wat terughalen. Maar volgens de computer zijn al haar herinneringen alweer terug. Alleen nu doet ze dat dus niet. Even weg. Dus... Sorry, ga verder. Dus heb ik, dacht ik van, hey, misschien is het handig om een dokter in te schakelen, want ik denk dat ze dus een hersenschudding heeft, of dat er iets is fout gegaan tijdens het terughalen van haar herinneringen. En, dokter Kenzie, daar dacht ik als eerste aan, maar die was er niet. En toen vroeg ik aan Mahmoud, kan jij het anders? Want jij woont ook in Rusland, zeiden ja. En toen had hij dus de Kalashnikova. Flushniklasnova, alsjeblieft, met respect deze ziekte erover praat. Ja, het is voor de ene een woord, maar voor de ander de dood. Flushniklasnova. Het is ook dodelijk? En, natuurlijk is het dodelijk. Is het besmettelijk? Het is ook besmettelijk. Ah, met kant! Wow. Het is alleen besmettelijk via bloed. Niet via hoesten. Het is dus in ieder geval belangrijk dat jij haar kan overtuigen dat Mahmoud de operatie kan doen. Want anders dan kan dit nog wel eens goed fout lopen. Maar moet ik haar overtuigen dat Mahmoud daar Ik denk dat jij de enige bent die dat kan doen. Omdat ze, mij sowieso laten niet meer... Laten we even zeggen dat deze broer hier van mij, die heeft al best kijk, dit wel weet vaak ze dan nog mijn wel. Herinneringen probeerde te wissen. Omdat hij Puck wou helpen. Oh ja, Puck. Iemand die je helemaal niet kent, maar je zus de herinneringen verwijderen, dat doe je wel. Dus nee, ik geloof er helemaal niks meer van. En hij mag helemaal... Niet hij. Helemaal helemaal niet. Pas op, voor bloed overdraagt alsjeblieft. Ja, sorry. Maar wat wil je dan doen, Puck? Ik wil helemaal niks met jouw vrouw doen. Oh. Gast, ik ben verloofd. Nee, Puck is een leugenaar. Is dit second love of zo? Puck, moet ik je slaan? Hij is een leugenaar. Ja, sla maar. Hij is een leugenaar. Nee, hij is verloofd. Nee, wacht. Ja, kan ook wel leuk verloofd zijn, maar het is een vieze leugenaar. Puck. Au. Puck. Ja. Leg het gewoon uit. Leg uit wat er aan de hand is, waarom ik dit moest doen van jou. Vertel maar op. Vertel maar. De waarheid doet het langst, kan je gewoon beter wel doen. Ik ben geen echte waarzegger. Oh, wow, really?
Oké, okay, en wat wil je nou echt ons vertellen? Link, een paar dagen voordat jullie bruiloft was, kwamen Ixion en Nuxie naar mijn waarzeggerspraktijk toe en vroegen ze of de bruiloft goed zou gaan verlopen. Ik had gezegd dat alles goed zou gaan verlopen, maar we weten dat het niet helemaal lekker is verlopen. Dat klopt. Daar was Nuxie boos over. En terecht ook. Ze bedreigde met een rechtszaak. Ik ben er nog steeds boos over, ook al weet ik niet dat wij hebben getrouwd, maar ik ben er boos om. Ze dreigden met rechtszaken en dergelijke. Maar dat wilde ik niet. Dus daarom wilde ik dat ene stuk dat ze bij mij is langsgekomen, wilde ik verwijderen van haar. En daar gaat mijn broer natuurlijk ook gewoon mee in. Echt top. Hoeveel heb je zijn broer betaald? Daarvoor? Ja. Niks. Dat is het hele ding. Doe jij dingen gratis? Nou, hij wist mijn herinnering. Hij maakte het Frans gratis. Weet je wat het is? Ja. Ik heb dit gedaan om verschillende redenen. Omdat die rechtszaak die er gespannen zou worden, naar mijn mening een beetje onzin is. Omdat ik kijk alles via data natuurlijk. En dan wist ik eigenlijk al wel dat wat er werd gezegd bij de waarzeggerspraktijk waarschijnlijk niet waar is. Dat dacht ik. Dus ik nam het een beetje met een korreltje zout. Maar mijn zusje, die nam het iets te serieus. En die werd zo boos dat ik gewoon niet meer wilde dat ze zo boos was. Dus ik heb het eigenlijk daarom daarom weggehaald. Hij is weg. Wat? Je hebt het daarom weggehaald. Dat is afgeleid. Ik wilde gewoon niet dat ze meer boos was. Ook niet op Puk, want ik dacht dat ze altijd goede maatjes waren. Dus eigenlijk heb ik het vooral voor jou gedaan. Oh ja, we gaan even sentimenteel doen, want je hebt het voor mij gedaan. Mijn herinneringen wissen. Je broer. Heb je voor mij gedaan. Ja, dan kan het wel heel leuk mijn broer zijn, maar herinneringen wissen doe je niet als broer. Maar je gelooft dus wel dat je herinneringen weg zijn. Ja, ik weet dat is gebeurd. Ik ben in een stoel gezet van herinneringen wissen. Ik heb die hoed op, een of andere... De herinneringen dan. Okay. Heb ik opgehaald. Het loopt helemaal uit de hand. Ik ga alvast de spoelen voor de operatie klaarzetten. Gaan jullie het maar verder uitleggen. Ja, doe maar wel goed. Oké, Nuxie, het spijt me, oké? Ik heb geen zin in niet een rechtszaak. Niet zo luid, Mahmoud. Ik wil dat allemaal niet. Dit was de enige manier. En het spijt me. Dat was de enige manier, want je was echt... Je was woedend. Ja, er was niet met je te praten over dit onderwerp. Terwijl ik zelfs toen je in mijn hoofd had, kreeg ik hoofdpijn. Zo boos was je. Ja. Wel vaak hoofdpijn. Oké, ik ben misschien een nep waarzegger inderdaad. En ik had dit niet moeten doen. Wat sla je mij nou weer? Hallo, het kan ook gewoon zijn omdat jij precies op het moment kwam dat hij hoofdpijn had. Ja, ik heb ook uitslag en hoofdpijn. Ik zeg mijn waarzeggerspraktijk op. Wat ga je dan doen voor de kosten, hè? Ja, ik weet het niet. Ik heb al twee faillissementen dan achter de rug. Ik bouwbedrijf... Daarom ga je trouwen, zodat je financieel onafhankelijk bent. Oh! Had ik dan meteen gezegd, joh. Wacht, heeft Milan eigenlijk veel geld? Heeft Milan eigenlijk veel geld? Ja, Milan is rijk, jongen. Hij heeft natuurlijk Oké, dat wist ik nog niet eens, maar dat is wel iets moois wat erbij komt. Nou, wist jij. We wisten het dan maar je weet dat ik je gewoon nu nog steeds wil aanklagen. Dus heel dit gebeuren... had gewoon Nuxie, geen zin. Ik had geen zin in de rechtszaak. Nou, bereid je maar voor. Want hier zijn we weer, hoor. Is er een andere manier hoe we dit kunnen doen? Oh, nee. Je gaat niet om meer, de wereld van verder verval te behoeden. Wil mensen van ons volk te kunnen beïnvloeden. Om de kwaadhaardigheid van liefde aan te tonen. Om dichter bij de sterren te kunnen komen. Jesse. Oh shit, nu ben ik Jesse. Team Rocket is nog steeds sneller dan het licht. Vecht als een man, of geef je over een zwicht. Miauw! Ogen dicht! Aangezien nu toch jij dingen weg is. Als ze zo meteen weer terugkomen of ik... Jij maakte zeg maar elke dag maakte je schoon in de bel. Dus als je dan nog wederom weer nog steeds wil doen, zou ik waarderen, dankjewel. Nou, ik heb wel vernomen, Mahmoud heeft een nieuwe stofzuiger. Ja, inderdaad. Ja, precies! Ja, stofzuiger. Precies, die heb jij ook aangeschaft, zodat jij op kan ruimen in de bel. Ah, ja, ja. Dit oh nee, trouwens, nee, niet de nieuwe. Niet de nieuwe. Ja, wacht, hier die stofzuiger. Misschien heb jij die hier. Nee. Is dat helemaal mis? Link, ik denk dat je even tegen moet houden. Wat is allemaal aan het doen? Waar ga je heen? Nuxie, ik ga je stofzuiger zoeken. Ik zou je zeggen... Oh, hier. Dat je dit niet moet doen! Oh! Dit was de stofzuiger. Ja. Hij staat niet aan. Hij staat niet aan, dus dat is niet erg. Oké, sluit de elektriciteit. Nee! Jongens? Oh! Wie deed dat? Niks aan de hand. En je hebt gelijk gedweld! Jongens, kom op, het is massief goud, hoor je dat niet dan? Hallo? Kom op nou!
Dat gaat dan niet zomaar kapot. Oh. Nou, kom maar dan maar naar buiten. Stelletje. Oh. Hoezo? Heb jij een dubbelbed? Dat is jouw bed! Dat is mijn bed. Ja, de rechter is van jou, de linker is, maar ik slaap graag naast de muur. Okay. Dat vind ik fijner. Okay. Laten we nu maar naar Mahmoud gaan. Of naar het ziekenhuis. Dankjewel.